Dames en heren, na de wijze die de wijze die wijsbare wezen heeft gewijzigd, gaan we weer met z'n allen zingen. En dit keer helemaal echt met z'n allen. Dus zingen we niet alleen die inspiratie zingen. Dit is een dik stuk, hè. En Zout zingt, maar jullie zingen ook mee. En het lied wat we nu gaan zingen, dat is Groot is Hij. Ik weet niet of dat al even een beetje zichtbaar gemaakt kan worden. Ja. Kunnen jullie het allemaal lezen? Kennen jullie het allemaal wel, hè? Nou. Als je het niet kent, dan leer je dat vanzelf. We gaan dat zometeen in kanon zingen. En het geluk hebben we dat hier in de kerk in drie stukken is verdeeld. Ja. Alleen de indeling is een beetje ingewikkeld. We hebben het als volgt bedacht. Aan deze kant staan de alten. En de alten die mogen met jullie meezingen. Die kijken jullie ook liefdevol aan. Ja? En jullie zingen deel A. Welk deel zingen jullie? Heel goed. Ik had meester moeten worden. Jullie sla ik even over. Niet omdat jullie minder zijn. Aan deze kant staan de sopranen. Die zingen deel B. En jullie hier achteraan in het donker, want ik zie jullie niet zo goed. Jullie mogen meezingen met de sopranen. Ja? B. Ja? Kunnen jullie dat? Welke letter? B. B. Goed zo. En hiertussen hebben we ook nog wat mannen. Daar hoor ik ook bij. En wij mogen jullie toezingen. Willen jullie dat? En wij zingen met z'n allen. Deel C. Ja? Dus, jullie zingen deel A. Jullie zingen deel B. En jullie zingen A. Of zijn jullie goed? We gaan beginnen.
pak je even een handje geven, mevrouw. Blijf je hier gezellig staan. Nou, dat mag. Mag ik u even voorstellen, dit is onze voorzitster. Ja? En jou graag het woord. Wat wij in ieder geval willen zeggen is dat wij enorm hebben genoten. En ik hoop u ook. En mocht u nou denken van, dit is toch wel heel enthousiast voor, kom dan gewoon eens kijken, maandagavond bij recruteren van 8 tot 10 hier in de Hoekstraat. Maandagavond 8 tot 10 hier in de Hoekstraat. Bent van harte welkom. Gaat hier toch. Of je heel goed kan zingen, het gaat erom dat je gewoon plezier hebt. En dit is natuurlijk een soort try-out geweest. En wij vonden het ontzettend leuk om te doen, maar we hebben ook echt zoiets van, dan gaan we volgend jaar weer doen. En dan hoop ik u te zien, maar dan eigenlijk nu, dan daar, aan die kant. Tegen die tijd plaatsen we wel persberichtjes, dus hou de krant goed in de gaten en de contactbladen. Helemaal goed. Goed, er is natuurlijk enorm hard gestudeerd, want in 2 maanden tijd moest het hele repertoire ingestampt worden. En dat was hard knokken, kan ik wel zeggen. Maar voor een aantal mensen onder ons was het extra hard knokken. En dan wil ik vragen of jullie als leden even gaan zitten, voor zover mogelijk, zodat de nieuwe leden even blijven staan. Deze mensen hebben het gepresteerd om in 2 maanden tijd aan keihard knokken hier dit neer te zetten. Ook voor het koor was het best heel moeilijk om het erin te krijgen, dus ook een klein applausje. Al eerder gehoord en ze zijn ook niet helemaal onbekend hier in de Hoeksteen. We hebben het over de Praiseband Sound. Het was geweldig om met hun dit uit te voeren. Nou is het altijd heel moeilijk om iedereen de juiste aandacht, iedereen de juiste bedankjes te geven voor zo'n geweldige avond. Toch wil ik even zonder noemen, heeft ze vast wel op de bieden gezien, dat zijn onze sponsors. Zonder onze sponsors hadden we dit set gewoon niet waar kunnen maken. Want je moet toch heel wat, het kost gewoon heel wat qua geld, maar ook qua moeite en opzet. Dus dank u wel, lieve vrouw. We hebben de begroting nog niet helemaal rond. Dat begrijpt u wel. Ja, ik ook wel. En dan is het zo dat er straks bij de uitgang wordt gecommenteerd. Er staan mensen en dan hoop ik dat u daar maar niet zo aan voorbij gaat. Ik hoop dat u uw dankbaarheid laat zien door middel van de bijdrage. Ook wil ik de kosten echt paar bedanken. Zij staan altijd maar weer klaar voor ons. Hadden we weer bedacht om een extra repetitie te organiseren. En dan was het zomaar goed, we konden hier zo terecht. Hartelijk bedankt. Ben ik nog wat vergeten? Nou, dan willen we graag afsluiten. Dat willen we doen met het nummer Crazy Joy. Dit lied gaat over 3 enthousiaste koningen. Maar die hebben we gezien. We hebben een ster gezien. En ze zijn gevuld met grote blijdschap, want ze willen hun grote koning aanbidden. En ze willen iedereen vertellen
van die grote koning en die blijde boodschap. Het lijkt ons goed om hiermee af te sluiten, maar ook om hiermee naar huis te gaan en dit verder uit te bouwen op je eigen plek. Dank voor uw komst. Ik vond het heel fijn dat jullie er was, dat jullie er waren. En in ieder geval tot volgend jaar. Gaan we nu zingen Great Joy.